is ook, als je daar straks zei, als je ene u kwijt hebt, dan kan ik altijd uploaden. Ik nu ook. Ja. Op uw YouTube-kanaal ben ik al geabonneerd. Ja. Oké. Un moment.
Vous savez pas dans quel courrier vous mettez les pieds. Il était dans mon équipe. On avait 2 minutes de retard sur les autres.
Drinkers. Three. Ja, maar ik ben ook erbij, hè? Dag Milan, ik doe uw link dat jij geschreven hebt. Dan geeft dat aan dat de video is niet beschikbaar. Het spijt ons. Maar van jouw link daar dat ik heb net gestuurd. Of was dat uw kanaal? Ja, ik kon moeilijk aan uit tussen een vraagteken en een 7, dat was het. Daar ben ik niet geraakt eigenlijk. Want ik... Wacht. Ik zal nog op uw chat komen en dan toch uw vragen, want...
Voilà. Het is jouw geluk, de video. Ja. Bon. Cédric, ben je nog daar? Ja. Oké. Ik ben bang om je kwijt te raken, hè, vriendje. Maar ja. Vooral voor... Ja, ik niet weet. Ga wonder. Ja. Het is goed. Ja, want ik heb zelf iets achtergelaten. Een like. Ik heb een like achtergezet op uw video. Yo. Ja, hè? Golfclubs. Ja. Ja, dat heb ik gedaan. Ik heb het ook zelf gedaan, want ik ga het club verlaten. Ja. En dan wil ik hem activeren voor in zijn club te gaan en het gaat niet. Nee. Dat heb ik gezien, ja. Nee, dat heb ik ook gedaan, maar het wil niet. Normaal heb je mij nu. Cédric. Ja? Hij was uw naam kwijt, daarom zei ik... Ja, het wil niet. Ja? Ja, ik zie het, maar het gaat niet. Wat geeft dat aan bij jou? Alsjeblieft. Wat geeft het aan bij jou? Dus gewoon Kevin 070. Ja. Heeft een uitnodiging gestuurd. Bij profclubs. En de rest is ja. Nu heb ik de uitnodiging gekregen. Die op activeren gewoon. En dan staat er gewoon als ik die club moet verlaten. Ja. Dat ik in een nieuwe club kom. En ik heb dat gedaan voor ik die club moet verlaten. Maar het wil niet.
Ik ga het even inproberen, ik klik verlaten. Ja, ik heb wel gestaan, maar met, ja, bedoel, mijn, allee, ja. Ik zit in nog in mijn club, maar ik vind het zo raar, omdat... Ja, dat... Ja. Activeren. Daar doe ik op en dan staat er hetzelfde waar ik heb geleden. Ja, maar nee, dat bedoelt ik hem. Gedaan, ik weet niet. Dat is raar. Het wil gewoon niet lukken. Ja. Oké. Moet ik ook kijken of ga, of lukt het, Kevin? Ja. Maar dan kan ik hem misschien dan beter uitleggen aan, aan hem, denk ik dan. Want ik kan hem maar... Ja. Ja, voilà. Ik ben niet aan het kijken. Banner. Ja. 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 Ja, daar ben ik gegaan. Daar ben ik ook geweest. Dat heb ik ook allemaal gedaan toen gezegd, maar het wil gewoon niet lukken. Ja, hetzelfde waar ik toen had verliezen.
dat je je club moet verlaten en dan kun je pas in die club gaan, maar ik heb dat gedaan. Ja, maar niks profclubs. Ja. Iedereen. Ah, ik ben eens precies stilgevallen. En Kim is daar. Ja. Ah ja. Voilà. Club verlaten. Welke nationale team is beter? Nederland of België? Oh, ik heb hier een vraag. Welke nationale team is beter? Nederland of België? Ik ook niet. Oh. Ja. Ik zou zeggen 50-50. Dat had ik gehoord, ja. Ik ook niet. Want we hebben nog niet veel gedaan, hè. Ja, dan zal ik dan wat Ultimate Team doen dan. Want je gaat toch eten. Maar
Ik denk dat. Smakelijk eten. Graag gedaan. Ik wou Milan, ik wou profclub doen, maar ja, we wouden met den Kevin en den Cedric doen, maar Cedric geraakt er niet in, in die profclub. Oké. Wees gerust, Milan, ik ben ook niet veel beter. Ik ben ook helemaal niet goed, dus maak u geen zorgen. Dat ik er niet in geraak. Dat ben ik ook raar. Maar ik denk dat ik weet hoe dat komt. Want je bent ook eigenaar van een club, gij. Ja, maar ik wil er. Ik moet al die club verlaten, maar ik krijg het niet verlaten. Ja, dat snap ik ook niet, hè. Of... Hola. Dat gaat wel luid. Maar, Cedric. Ja. Wat moet ik nu weer zeggen? Nu weet ik al niet meer. Ah ja. Moet je niet je club volledig verwijderen en dan pas in kunnen? Ik weet het niet, hè. Dit is geen logica, want... Ik snap geen ballen van. Anders moeten we eens proberen bij Milan of zo, Cedric. Kunnen we? We gaan doen als test, hè? Ja.
Ah, oké. Ik ga even later, jong. Oké. Ik ben al raar is hier nu. Is goed, zeg het dan tegen hun. Ja. Dank hè. Ja, dag Cedric. Ja, dat weet ik Ja. niet, Milan. Zo. Ja, ik kan wel een potje met u met Real Madrid doen, ja. Want het is waar, ze zijn lelijk de truikjes op FIFA van België. Ja, ik bedoel ook om profclubs Milan. Pak maar Real Madrid als profclub. Dat bedoel ik. Real Belgium. Bij mij niet, want dat staat hier bij mij. Je hebt aangesloten bij deze club. Ah. Ik zit nu bij jou. Dus het werkt. Ja, ik wil wel proberen, ik zeg het u. Ik ben een ramp, hè? Wedstrijd spelen.
Ah, oké, okay, jij al in de spits. Voilà. Dag dames en heren en welkom in het stadion op deze regenachtige dag. Mijn naam is Evert ten Apel en ik heb gezelschap van Juri Mulder. Dag Evert, lekker voetbalweertje hè? Ja, vreselijk. Nou, de spelers zijn wel wat gewend, maar wij zitten lekker droog. Jovanovic. De bal gaat uit, inworp. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Jovanovic. Door. Die komt er met de bal uit. Tot achterhoek. Die passeert niet zomaar. Eens kijken of er iemand kan scoren uit die voorzet. Er moest een voorzet komen, maar de verdediger zit er goed tussen. Gevaar is dus voorbij. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Dus snel vertrokken en dus afgevlogen op uit het spel. Jovanovic. Paas over de breedte. Snel terug de kaart. Vooralsnog grijpt de scheidsrechter niet in. Hij past de voordeelregel toe. En volgens mij heeft hij dat heel goed gezien. Ik denk het ook, Evert. Het is altijd lekker als er gewoon doorgespeeld wordt en dat er niet onnodig gefloten wordt. Met die tackle herover hij de bal. De scheidsrechter fluit. Zou hij een kaart gaan trekken voor die overtreding? Daar krijgt hij een gele kaart voor hoor. Eventjes gewacht, maar hij fluit toch voor die overtreding en hij trekt een kaart. Ja, gele kaart. En nu moet de speler toch gaan oppassen. Iets. Voor de keeper. Welkom terug. Ja, en nu schiet. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Er zijn die hebben hun eigen spel gespeeld hebben, spelen nu, en met een vriend had bezoek, dus hij is weggegaan.
Tot nu toe kan ik niet, want ik zit ook net aan de wedstrijd met een abonnees van mij. Ik zit al midden in het spel. Ja, en nu? Hij heeft een sterk schot in de been. En de bal gaat uit via de speler. Een doeltrap. Nee, het wordt toch een corner. Met zijn hoofd tot de benen. Ja, corner. Ik zit nu in een club dat Real Belgium. Nee, maar dat was om uit te proberen. Hola. Die bal is voor de achterhoede. Knap in de schep hoor. Die verdediger bleef precies op tijd in. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Ik ben nu bezig met proskubben, dat zal nooit echt mijn ding zijn, want ik vind dat geen gemakkelijke spel. Ik ga wel af en toe nog doen, maar niet altijd, denk ik. Ja. Wacht. Tijd. Ik ben even mee aan het concentreren, want ik ben weer aan mijn... Natuurlijk, zei ik. Niet buiten spel voor de keer, amai. Ja. Ik zal wel af en toe bij, ik denk met Real Belgium spelen, maar dat zal niet altijd zijn, hè. Ja, vanavond wel. Als mijn vriend Milan dat wilt. Want hij is de eigenaar. Dat is ook een kijker. Yep. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg? De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1 tegen 1. De thuisploeg stond er goed voor, maar zit... Oei. Muisstil. Ja, ze balen dat ze vlak voor rust nog een tegentreffer moeten incasseren, natuurlijk. De spelers en de trainers natuurlijk ook. Gewoon niet opletten. En dan krijg je dat. Ja, en nu maar zien hoe je dan weer uit de kleedkamer komt. De tweede helft is van start gegaan. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Hij heeft de ruimte voor een voorzet. Timing wel goed zijn natuurlijk.
Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Spits. Scherp verdedigd, stop de eerste. Met die ingreep komt hij zeer waarschijnlijk het doelpunt. Beetje af hoor. Nou, de keeper zal een goede muur moeten bouwen, want die bal ligt ideaal. De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Vrije trap. Uitstekende vrije trap, maar de doelman is al net en red. Deze keeper doet wat van hem verwacht wordt. Doet hij heel goed. Nee. Ik ben niet zelf op dat foto, Milan en Kevin vraagt als hij mag ook mee ons doen met profclub en dan hij zou graag keeper zijn. Als je dat goed vindt tenminste. Ik heb geen antwoord. Goed gezien, zeg, hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Ah, voor Milan is goed. De bal is voor de keeper. Het zag er even heel gevaarlijk uit, maar de keeper redt die bal. Hier kijken we naar de statistieken wat betreft het balbezit. En die voldoen wel zo'n beetje aan de verwachtingen van de wedstrijd. Ja, dat klopt wel, want ze waren ook evenveel in balbezit. Als ik daar heb, dan doe ik dat. De vlag gaat omhoog en dat is jammer, want hij was er door. Oh, sorry. Terug uit buitenspel. Dat zou een verrekte spier kunnen zijn. In ieder geval heeft hij een knap last van. Recht op de doelman. Op de wreef en een schot. Bal is over de lijn neergegooid. Jovanović. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. De bal gaat over de lijn. Die bal gaat over de achterlijn, corner. Hier zien we die tackle weer, Juri. De scheidsrechter voelt het geel. En ik ook, als ik zo die herhaling zie. Draai, goed gedaan. Mooi schot. Was toch niet zijn beste poging. Hij komt te veel onder de bal. Ja, ja, en dan zie je dat zijn bal alle kanten op gaat. Niet erg.
heel weinig verschil tussen deze teams. En de laatste paar minuten kunnen nog heel veel spanning brengen. Gaat hij het nu doen? Oei. Jovanović. Trap op een belangrijk moment. Nou, scheids, die muur is behoorlijk naar voren geschoven. Jovanović. Benna. Nou, nu is afgelopen. De wedstrijd is gespeeld. Het blijft bij een gelijkspel. Een gelijkspel is misschien niet ideaal om het seizoen mee te openen. Maar je kunt er ook moeten ja. De volgende wedstrijd. Ja, in elk geval een punt. Ik ga even dan denk ik wel dat jij goed kunt keepen. Want je zei toch dat straks dat je bent ook keeper in het eigen dus. Wat? Ah ja. Dat is alleen. Zulman Boost, dat heb ik nog ergens gezien, dacht ik. 24. Ja, hier. Okay. Voilà.
Ik heb al één. Ik heb twee gevonden, level 13 en level 24. Ah, niveau 40 ook nog één. Ik denk dat ik heb al drie items van de doelman gevonden. Er was één level 13, 24 en 40. Normaal wel, want ik vind er geen meer. Amai, dat gaat al goed. Ja, ik kom. Maar ik moest hem wat cadeau geven. Dat was ik aan het doen. FIFA Player 90. Dan ga ik toch op mijn eigen positie staan. Voilà. Ja, dat is... Ja, dat... Ze begonnen het seizoen misschien wat onbevredigend met één punt, maar... Van... Ja, daar geven ze ook uit toe hoe je moet dat doen. Ja. Tijd voor de aftrap. Ik verwacht vandaag veel drama en spektakel. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Stuur hem het bos in. Jovanovic. Wat een snelheid. Nou, hij heeft alle ruimte. Ja, dit gaat goed.
Hij is wel toe. Ze vechten op de bal. Jovanovic. Oh. Oula, sorry. Bolumbo. De keeper stormde op hem af en de redding was oké. Okay. Er is altijd een gok natuurlijk om eruit te komen, maar laat de bal wel. Over de achterlijn, dat wordt een doeltrap zo te zien. Ja. Enel. Geen spoortje twijfel te zien bij dat schot. Wat een magnifieke goal. Ja, dat is een schitterende volley even. Niet nadenken, gewoon uithalen. Geweldig. En dat was de eerste. Over de achterlijn, hoekschop. De bal gaat via de speler over de lijn. Dat is een hoekschop. En zo kwam dat doelpunt tot stand. Kijk, ik heb dat ook op mijn shot ook staan. Ja. Jovanovic, speelt hij de bal af of gaat hij alleen door? Gaat dit hem worden? Dan gaat hij. Als het tackelijk gewoon, hè? Dat ziet er goed uit. Heel jammer van die gemiste gelijkmaker. Ik ben heel ver. Ja, pak. Prima combinatiespel. Hij verliest de bal. Bolumbo. Nee, maar daar krijg je deze doelman van die bank mee. Dat schot leek nergens op. Mooi samenspel van dit team. Hola. Hij speelt graag op het randje van buitenspel, maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Jovanovic. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Een beetje pijn nee. Dat hij kon vasthouden. Weg met die bal. En dat is in de. Gaat op het doel af. Dat betekent dat hij even weg is. Ja.
Nu niet meer. Wordt dit een doelpunt? Ja, buitenspel en ik dus één, hè. Ja. Jovanovic. Scherp verdedigd op zulke acties. Bij momenten durven. Passen, zeker pas geven, want dat doe ik soms toch niet. Behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Mooie opbouw. De bal komt op de lat. Jovanovic. Goeie tackle, hij heeft de bal te pakken. Ja, daar komt hij nog net aan met zijn hand. Anders was de bal zeker het doel ingegaan. Achter en een hoekschop. Geen doeltrap. Slecht geschoten, joh. Die bal komt niet eens in de buurt. Dit is toch echt geen misselijke doelpoging, hoor. En die actie wordt beloond met balbezit. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. Een zeer behouden de eerste helft door. En dat maakt de wedstrijd er niet beter op. Nee, als het zo doorgaat, dan ga ik zo naar huis even. Kijken wat de tweede helft ons brengt. De bal rolt ongehinderd door. Jovanovic. Oh, wat een juweel van een beweging. Teruglopen. Het schot smoort ergens in de verdediging. Kan hij nog wat met de bal? Oula. Hij lijkt rijp voor een wissel. Ze strijden om de bal. Doorspelen, gebaard de scheidsrechter. Hij herovert de bal met zijn tackle. Jovanovic. Nu hebben ze de kans. Doet het goed. Hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Ja, en nu? Welkom terug, FIFA player. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit.
2-0. Komt er een kaart? En hier zien we hoe die bal erin ging. Hij neemt de bal binnen de 16 aan en plaatst hem laag in de linkerhoek. Ja, zelfs ik dacht dat. Er ligt een speler op de grond. Bom. Ik denk dat hij een spier heeft verrekt. Wat een actie! De scheidsrechter fluit voor een strafschop. De scheidsrechter legt de bal op de stip, maar hij geeft geen kaart deze keer. Beetje raar hè, van die scheidsrechter, hij moet geel trekken. Heerst genomen hoor, de bal gaat erin. Dat denk ik ook. Ja, dit mogen ze wel echt wel veranderen in FIFA 16. Beetje alles, denk ik, mogen ze wel veranderen. Die is voor de keeper. Hij is er door. Wil scoren. Hij brengt de bal terug in de ploeg met die tackle. Prima gedaan. Uitstekend. Lekker combinatiespel. Molumbo. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? De doelman is goed bij de les en kan de bal makkelijk pakken. Geen probleem voor de keeper. Jovanovic. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. De keeper mag trappen. Laten we die strafschop nog eens goed bekijken. Jovanovic. Hele belangrijke ingreep van die verdediger. We zitten in de laatste 10 minuten van de wedstrijd en het publiek voelt dat dit een heel belangrijk moment kan zijn. Ja, dat zou wat zijn als ze hieruit zouden scoren. Ik hoop dus van niet dat ze zouden scoren, voilà juist. Goed gezien zeg, hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Wordt dit een doelpunt? Hij is doorgebroken. Nog een goaltje erbij in deze laatste minuten, dat is natuurlijk waar ze op hopen. Eens kijken of dat lukt. Jovanovic! Daar ligt iemand op de grond. Wat kan dat zijn? Spierblessure?
De scheidsrechter fluit voor de laatste keer. Dat is waar, maar zegt Milan. Nice gekeept, ja. Ja, daar heb ik gewonnen, ja. Jij ook? Ja. Mijn naam is Evert ten Apel en ik heb de eer om hier naast Jury Mulder te mogen zitten. Ah, Evert, dankjewel. En ik hoop dat we iets moois te zien krijgen vandaag, Evert. Gillet knalt voorover de bal daar op het middenveld. Die paas wordt doorzien. Jovanovic. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Dat was gruwelijk mooi. Hij zit. Eerste treffer van de wedstrijd. Hoop dat ik heb 5 kijkers. Ik hoop dat carrière mode verbeterd wordt. Tegenoverstelling van Ultimate Team. We zullen zien, hè. Jovanovic. Daar had hij echt... Wat is het doelpunt? Een doeltrap. Nee, het wordt toch een corner. Weggewerkt. Jovanovic. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. De bal gaat naar de zijkant. Schultz. Einde balbezit. Ja, en nu? Die bal is voor de doelman. Ja, nou, staat voor de opgelet. Oh, die laat er geen glas overgroeien. Meteen een overtreding. En de bal rolt alweer. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Ja, en nu? Nou, Jury, die had ik al geteld. Maar deze keeper laat zien dat hij nummer 1 is in zijn ploeg. Dat was een goede redding, Evert. Daar zou de speler niet blij mee zijn. Ja, en nu? Neemt hem op zijn slot. Scheelt Den Haag.
Mooi onderschept en het gevaar is weer even geweken. De paas wordt eruit gehaald, gevaar voorbij. Buitenspel zo te zien, ja. Jovanović. Schitterend aangenomen. De bal loopt over de achterlijn, hoekschop dus. Het is misschien een beetje overdreven, maar je bent een beetje de tweede Thibaut Courtois. Die voorzet gaat het strafgebied in. Geen risico hoor, weg met die bal. Moei hard, een gevaarlijke situatie. En die gaat meters naast. Ze mogen een hoekschop nemen. Laten we dat doelpunt nog een keer bekijken. Dit is een moment. De doelman redt en heeft de bal klem. Nu een snelle voortzetting. Ook hem door naar de medespeler. Jovanović. Het balbezit wordt overgenomen. Goeie ingreep dus. En nu kunnen ze counteren. Jovanović. Een schermutseling om de bal. Wordt dit een doelpunt? Wordt dit een doelpunt? Voilà. Hij ziet wat een moment om gelijk te maken. Nee, je kan ook niet alles tegenhouden. Deze ploeg mag wel op 4 minder zijn. Als we bepalen dat het wel een spel is. En hebben een stuk meer kansen gecreëerd. Ja, het is mooi om te zien hoe ze hun aanvallen goed opbouwen. En ze hebben eigenlijk de tegenstander volledig overrompeld. Dat was een overtreding. Scheidsrechter geeft een vrije trap en misschien komt er ook nog wel een kaart. En zo kwam dat doelpunt tot stand. Jovanović. Die bal gaat over de achterlijn corner. Hoekschop uiteraard. Club. Ga je morgen nog Club Brugge streamen? Als ik, dat ben ik van plan 3 dagen per week te doen. FIFA Player, dat is op donderdag, zaterdag en zondag. Dan. Ja, en nu? Ja. Dat hou ik op als vaste dagen. Wie gaat de hoekschop nemen? Vond je het leuk hoe ik dit met Brugge? FIFA Player.
gaan rusten bij 1-1. Ik ben benieuwd wat de tweede helft ons zal brengen. Het staat dus nog steeds gelijk. Terwijl het toch niet echt een gelijk opgaande strijd is. Ik denk dat we over dik... De scheidsrechter heeft alles in orde bevonden en we kunnen dus weer van start. Knap onderschept hoor. Terug naar onze hier, want anders loop je weer gelijk altijd buitenspel. Alles aan om aan de leiding te komen, maar voorlopig blijft de stand gelijk. Een mooie individuele actie. Jammer dat hij het net niet af kon maken. Tikt hem door met het hoofd. Knap veroverde de bal daar op het middenveld. Hey. Base. Een rollertje en die bal is voor de keeper dus. Ja, hij kan hem zo oppakken. Door de actie van de keeper blijft het spannen. Jovanovic. Hoe is het? Hoe is het? Goede beslissing. Ja, het verkleinen zijn doel. Baas Gebert. Of Basic Gebert, ik weet niet hoe ik dat commentaar eigenlijk zeggen. Ja, bij mij goed. Jovanovic. Wauw, dat was een mooie combinatie. Super top, maar ik weet niet hoe ik krijg dat gezegd. Jo, Kevin zegt hem. Ze vechten om de bal. Verdediger heeft het nakijken. Ja. De bal gaat er niet in en de ploegen blijven voorlopig nog op gelijke hoogte. Uitstekend gekiept, moet je die reactie zien. Als een pijl uit de boog. Ah, Bas Egbert. Ah, Bas Egbert. Daar Egbert mee. Denk aan die koffie daar, Douwe Egbert. Zo in de muur getrapt. Die bal gaat uit en we krijgen een hoekschop. Je kan toch lollig zijn als ik wil? Bal goed weg. Ja. Ik denk dat ik moet ook voor mijn speler ook wat waardigheden upload. Allee, kan ik kopen, want ik heb. Om mijn speler beter te maken dan, hè? Want ik denk niet dat hij beter wordt. Wacht op de voorzet. Ja, nu. Ja. Nu winnen we zeker met 3-1. Het zit er niet mee vandaag. Nee hoor, ook deze bal gaat erin. Hopelijk heeft het pakje zin. Hij behoort met goed pakken. Hij kopt die bal geweldig in. Dat hakje pakt goed uit.
Stojanović. En steeds is er weer iemand aan speelbaar. Nu breng je op een idee gebruikt met Douwe Egbert. Ruimte en tijd heeft hij zat. Goeie paas weer. Puike wedstrijd speelt hij deze man. Oh. Zie ik nu. Er is gefloten voor buiten. Oeh. Ik twijfel of dat de juiste beslissing is. En hij geeft de bal terug aan de keeper. En ze zijn het balbezit kwijt. Ja, en nu? Het schot. Ze krijgen een vrije schop. Goeie bal hoor, maar heeft even de bal nog niet. Aan wie vraag je dat, Bas? Schultz. Dan want ik weet niet wie, aan wie gevraagd wie. Zijn doel uit, kan de bal zo pakken. Ja, pak op die bal en snel weer voortzetten. Ja, dat is een goede actie. Hij heeft de bal terug. Daar had hij echt een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. Hij is los. Daar gaat hij. Zo hoort hij. Nu kunnen we weer een spannend einde van de wedstrijd verwachten. Ze voelden zich wel veilig met de twee doelpunten voor, maar het wordt nu nog spannend. Milan hoort wel, maar ik weet niet of hij iets heeft om te kunnen. Bas Egbert, zijn vraag, hoe oud ben je met... Ja, dat is aan wie dat je dat vraagt, dat weet ik ook niet. Als dat aan mij is, dus ben ik 34. Knap verovende bal daar op het middenveld. Jovanovic. De bal vanaf de buitenkant. Ja. Dat zei het, ja. Voilà. De scheidsrechter blaast op zijn fluit. De wedstrijd eindigt in 3-2. Een uitstekende overwinning vroeg in het seizoen. Ah, Milan gaat stoppen met FIFA. Ja, maar dat is nog wel erg vroeg op te zeggen. Ja. Ik ook. Daar kan ik helemaal mee leven, Kevin. Ja. Ik ga ook offline. We gaan alle twee tegelijk uploaden onze video. En we komen zo bij jullie terug.